Hannes, was topsporter. Hoe ziet er een doordeweekse dag uit voor u? Opstaan, ontbijten, echt een heel lange opwarming en dan de kern zelf van uw training en dan waarschijnlijk nog kine, ijsbad. Ah, dat was alleen maar de voormiddag? Ja. Ah ja, oké. Okay. Dan gaan we samen eten, relaxatie. Oké, dus nu is het een beetje spaarzaam zijn met uw lijf om dan zo te groeien tot die finale. Een piekmoment eigenlijk. Okay. Ja. Een heel makkelijke tip is je armactie versnellen. Als je je armen gaat versnellen, dan gaan je benen automatisch volgen. Dus door gewoon dat sneller te doen, gaat rapper gaan? Ja, dan gaat het rapper gaan. Ja, nu doe ik het goed. Okay. Het ziet er wel een kei belachelijk uit. En probeer zo snel mogelijk echt alleen maar op je armen te letten, ça va? Tijd! De bedoeling is dat je eigenlijk in redelijk hoge snelheid komt aangelopen. Afstoot, je knie eerst de beweging laat maken, over de horde stapt. En dan hier zo bijtrekt en dan terug vertrekt. Klaar. Start. Kom aan. Je bent er bijna. Kom aan, nog even. Kom aan. Yes. Goed gedaan, hè? Dat is perfect. Hanne, dikke merci voor vandaag. Veel succes bij de Olympische Spelen. En je weet dat wij allemaal voor u supporten. Dus een medaille, dat is het minste wat ik kan doen. Dank je wel. Ik zal mijn best doen. Ik ga zitten, want ik ben... Op. Deel jouw recepten en sporty keukentips via Instagram. En tag ons, want als je meer dan 250 likes hebt, kom je in de kampioenenlijst van De Leize Magazine. En dat is toch top. Trouwens, meer recepten en workouts ontdekken van onze kampioenen? Surf naar deleize.be.